Good morning. Momentje. Okay. Good morning. We gaan beginnen al zittend. Even blijven zitten, dus misschien is het nodig om een blokje te gebruiken, die heb je straks ook nodig. Of een kussen. Dus als je nog geen kussen hebt, er ligt er een op de zetel. Sta even terecht om een kussen te halen. So maybe use a cushion, maybe a block. We will sit for a few minutes. Dus pak je een tijd. Pak je een tijd om goed te zitten. Misschien heb je nog een ander kussen nodig. Whatever. Take your time to sit nicely. En dan rustig voelen hoe dat met je lichaam is vandaag. Het kan naar voren, naar achter. Duw die handen misschien eens op je benen. Probeer je knieën op de grond te krijgen. When you sit, try to get your knees on the floor, so if your knees are somewhere here, try to sit a little higher. Dus die heup hoger is, is het makkelijker voor die heup om te zitten. Is het makkelijker om je rug lang te maken. En dan slowly find your body, find your breath. And maybe you want to move totally different than I am moving. That's okay. Dus voel wat jij wilt bewegen. Misschien wil je helemaal andere dingen doen. Zolang dat je zitpotjes op je kussen of op je blokje of op je mat zijn. Moet je doen wat je wilt. En dan als je hebt bewogen wat je moest bewegen, zoek dan je zitpotjes. Find your sit bones. Try to come in the middle of your sit bones. Get your back straight. Bring your hands on your legs. Draai je handpalmen naar boven. Breng je gewicht een klein beetje naar achter. Close your eyes and just feel your body. Feel the breath. En probeer die ademhaling trager te krijgen. Slow down the breath. Maybe you want to move a little more. Head, neck, shoulders. And then find some stillness. En begin met je buik te bewegen. Dus voel je buik rustig naar voren gaan als je inademt. En voel je buik rustig terug naar je rug gaan als je uitademt. So push your belly. Gently to the front when you breathe in. And bring your belly back when you breathe out. En probeer je ademhaling trager te krijgen. Dus probeer meer met je buik te bewegen. Dus vind die ademhaling. Probeer die ademhaling te vertragen. En dan gaan we beginnen met Kapalabhati. Kapalabhati is een kriya of een reinigingsoefening. Oppassen met hoge bloeddruk. Als je hoge bloeddruk hebt en je pakt daar geen medicijnen voor, liefst geen Kapalabhati doen. Ook niet als je zwanger bent. Ook niet als je je menstruatie hebt. So, if you're in your period, you're pregnant or you have high blood pressure, you will not do Kapalabhati. You will not like it either. So, in case you're pregnant, periods, or high blood pressure, try to breathe slowly, try to find your breath. Als je mee wilt doen met Kapalabhati, breng je handen op je buik en ontspan je buik helemaal. So feel when you relax your belly will come to the front. And what you do now is use your abs, push your navel fast, intense to your spine. So you relax your belly. And you pull your navel
fast, intense to your spine. So the breathing out is using your abs to pull your navel to the spine fast. So not like, that's too slow. So after you pull your navel to the spine, you relax your belly. So when you relax your belly, air will come in automatically because the pressure outside your body is different than the pressure inside your body. So breathing in, you don't have to think about the breathing in. It will go. It will happen. Dus niet nadenken over de inademhaling. Doordat je die buik ontspannen, naar voren laat hangen of laat hangen, komt die lucht vanzelf binnen, omdat de druk buiten je lichaam anders is dan de druk binnen je lichaam. Dus die lucht stroomt vanzelf naar binnen. Dus over je inademhaling hoef je niet na te denken. Het enige wat je moet doen is heel kort, heel krachtig, je navel naar je rug trekken. Dat is een uitademhaling. Dus zeker niet omdraaien. Zeker niet proberen in te ademen als je die navel intrekt, want dan is alles omgedraaid en dat gaat echt niet goed voelen. Dus inademen gaat automatisch doordat je die buik rondmaakt en ontspant. Uitademen duwde heel kort, heel krachtig de navel naar je rug. So one more time. Breathing in is going automatically because you relax your belly. Breathing out, pull your navel sharply, intense to the spine. 3 minutes. Als je duizelig wordt, als het een beetje el wordt in je hoofd, stop dan even en dan kun je misschien daarna terug beginnen. 3 minutes. You can do it faster, you can do it slower, whatever you want. If it is not feeling good, if it is too much pressure, pause for a while. Okay, so lengthen the spine. Misschien wil je die hand op je buik houden. Misschien wil je die buik zachtjes tegen je buik duwen. Dat helpt voor mij soms. And we go. Maybe open your mouth. Maybe close your mouth. Maybe put the tongue out of your mouth. So you see that animals are doing that too. Nog 1 minuutje, een beetje te vertragen als dat nodig is. Even pauzeren als dat nodig is. Als je kunt, please go on. Thank you.
Oké, relax. Dus ik heb dat het body is goed voor je stofwisseling. Je voelt misschien wel, dat versterkt je buik, maakt alles sterker van binnen, die core versterkt. Voor mij helpt het ook om het te gronden. Want je bent heel even met niks anders bezig. So it's good for digestion. It's strengthening your core. And for me it helps, how you say that, grounding on my mat. Because there's no time to think about something else when you do Kapalabhati. Okay, voor nu, leg je linkerhand op je linkerbeen. Misschien heb je een blokje nodig, zeker als je hoger zit, want anders gaat het inzakken. Breng je blokje schuin naar u. En breathe in. En push your hand on your leg, on your block. Lengthen the spine. En breathe out. En turn the right shoulder to the back. Dus als je inademt, maak die goede lijn. Als je uitademt, draai die schouder naar achter. Breathe in. En breathe out and turn the shoulder to the back. Nu trekt je navel naar je rug en trekt je navel naar boven. So make tension in your belly. Squeeze your pelvic floor. So now, instead of using the belly to breathe, you try to open the rib cage. Open the chest when you breathe. So breathe in. You pull your navel to the spine. You pull your navel up away from your pubic bone. You squeeze your pelvic floor. So when you breathe in, you try to open your rib cage. Open the chest. And when you breathe out, turn the right shoulder to the back. Breathe in. Breathe out. Maybe you can turn more. Maybe you're on your max, then you stay there. Five more breaths. Dus hou die navel naar binnen. Trek die navel naar je rug. Weg van je schaambeen. Span je bekkenbodem op. En probeer rustig plaats te ademen tussen die ribben. Probeer die ribben uit elkaar te trekken. Probeer plaats te maken in die borst als je inademt. En draai verder als je uitademt. Heel belangrijk, je twee zitpotjes blijven op de grond. Keep both sit bones on the floor. Take your time to breathe in. Vier tellen als je inademt. Vier tellen als je uitademt. En dan slowly come back. En kom naar voren. Misschien op een blokje. Misschien op de grond. Misschien blokje hoger voor je hoofd. So feel what you can do. Stay to the front en probeer je navel naar je rug te houden. So, navel to the spine, squeeze your pelvic floor. Die bekkenbodem is nog opgespannen en voel dat je plaats maakt in die rug. Maak plaats in die borst. Als je uitademt, probeer een klein beetje meer naar voren te gaan, maar hou je zitbotjes op je blokje. So connect with the breath. Het is veel makkelijker om je buik te laten hangen, maar probeer dat niet te doen. Voel dat je die navel optrekt, weg van je schaambeen. En probeer plaats te maken in die rug. Probeer plaats te maken in die zijkantjes. Dan zet je handen en duw je rustig op. En dan gaan we tussen naar de andere kant. Cross your feet the other way. Of leg je een andere voet voor. Dus je blokje links achter. Rechterhand op je bil. Adem in lengte. Twee zitbordjes in de grond. Zit op het midden van je zitbordjes. Adem uit. Draai die linker schouder achter. So breathe in, make space in your chest. And breathe out and you turn.
Misschien bij je linkerarm een beetje. Breathe in. Breathe out and turn. Blijf in het midden van je zitbadjes. Feel your breath. Dus probeer echt met je ademhaling te connecteren. Die ademhaling is de baas. Je ademt in, je maakt plaats. Je ademt uit, je gaat verder. Voel waar dat je allemaal plaats kunt maken. Feel where you can make space when you breathe. Three more breaths. You will do a lot of twists today. It's a detox after Easter lesson. And connect with the breaths. Make the breaths very important. En kom rustig terug en dan kom terug naar voren. Misschien is het moeilijker langs de ene kant. Keep the tension in your belly, keep the tension in your pelvic floor. So make space, breathe space when you breathe in. And then try to lengthen the back a little more every time you breathe out. Keep both sit bones on the floor or on your block or on your cushion. En dan zet je handen en duw rustig op. Kom van je kussen of van je blokje. Breng je voeten op je mat, breng je voeten even hoog. En je knieën. Zie dat die hielen niet zakken. Dus die hielen op dezelfde hoogte als je knieën. Armen naast u. Schouders open. Open de shoulders. Maybe stay here. Maybe come a little further. Misschien duw je de hielen meer naar voren. Connect with your belly. Dus haal je navel naar je rug. Squeeze your pelvic floor. 5 breaths. Come on. If it is too intense, maybe you can catch your legs. Maar als dat niet hoeft, probeer dat niet te doen. Come on. Three breaths. Feel the core. Hoe sterker je core, hoe beter dat alles werkt. Echt waar, alles werkt beter. Je houding, je vertering, alles start in die core. Je ziet dat als je tweede paar hersenen. I think that's 5. En dan komen we rustig over je voeten. Op je handen en je knieën. Bereid je handen voor op wat gaat komen. Dus je wijsvingers evenwijdig met elkaar. Knokkeltjes van je ellebogen naar buiten draaien. Inademen, die rug laten zakken. Uitademen, duw die rug up. So breathe in, lower down. Breathe out, push up.
Breathing lower down. Breathe out, push up. Two more times, breathing lower down. Breathe out, push up. One more time. Adem in, laat je rug zakken. Adem uit, duw die rug op en dan duw alles op en naar rechts. Push everything up into the right. Ontspanning hoofd. En alles op en naar links. En dan kom in midden, breng je knieën even breed, dan maal je maat. Duw die zitbotjes naar achter, wandel je handen naar voren, kom op je vingertoppen, breng je schouders weg van je oren. En dan hou die zitbotjes op je hielen. Kom met die linker schouder zo ver als je kunt naar rechts. En probeer die rechter schouder op te trekken. Blijf op je linker kaak. Try to lift the right shoulder higher. Stay on your left cheek. Dus je neus niet naar boven trekken. En misschien kun je die rechterarm, die vingers rond je bil. Maybe your fingertips around your left leg. Als het te veel is, breng uw rechterhand op uw heupbeen en probeer zo die schouder, die elleboog omhoog te brengen. So lift the shoulder, lift your elbow, maybe fingertips around your leg en blijf nog altijd op uw linkerkaak. Navel naar uw rug, span uw bekkenbodem, stay with your breath. En dan kom rustig terug, zet je rechter vingertoppen, zet je linker vingertoppen, duw die zitbotjes naar achter. En dan duw je op en breng je rechter schouder op de grond. Kom op je rechter kaak. Breng die linker schouder hoger. En misschien kunnen we met die linker vingertoppen rond uw bil. Als het te veel is, breng uw linkerhand op uw heupbeen. Dus lift the shoulder, lift your elbow. Stay on the right cheek. Stay with the breath, keep the tension in your belly, in your pelvic floor. En kom rustig terug. Kom op je vingertoppen. Duw je op. Zet je handen. Zet je tenen. Kom met de knieën van de grond. Lengthen de buik. Relax your head. Hou die benen gebogen. Your legs are not all the way straight yet. So lengthen the back first. And now when you feel your back is straight, then you try to straighten the legs. En als je voelt dat je rug krom trekt, dan buig je benen terug een beetje. So feel how far you can straighten the legs without rounding your back. En voor mij is dat ook de eerste die ik doe vandaag. Dus ik voel de hart. So I feel stiffness in my legs. So just breathe. Breathe into your downward facing dog. Connect with your hands, your elbows, the shoulders. Voel hoe dat je die handen gebruikt. Voel dat je die knoppetjes van je ellebogen naar buiten duwt. Voel dat je plaats probeert te maken tussen je schouders en je oren. Duw die zitbotjes naar achter. Probeer je knieschijven op te trekken. En duw dan die hielen naar achter. Die voeten zijn actief.
Die tenen zijn open. En dan duw die linker heel op de grond of naar de grond. Maybe your heel is not touching the floor. That's okay. Bend your right leg. Energize the left leg. Push your heel to the back and down. En dan voel, connect met je handen. Trek je rechterbeen up en open your belly all the way to the right. And feel, connect, wonder. Feel the magic. Je neus en downward facing dog. Voel het meeste van. Doe die zitpotjes naar achter. Trek je rechterstenen open. Ontspan je hoofd. Draai die buik open. Voel die stretch. Voel het verschil als je die zitpotjes niet actief naar achter duwt. Dan zakt een klein beetje in. Voel dat je veel meer voelt als je die zitpotjes goed naar achter duwt. Oké. Zet je voet terug neer. Come on your knees. Wandel je handen naar voren. Maak plaats tussen die schouders en die oren. En dan duw die borst naar beneden. Push your chest down. Misschien komt je hoofd niet op de grond. Dat is niet erg. Maybe your head is not touching the floor. That's okay. Relax the belly for a few breaths. Mocht je hier en back even ontspannen. Ontspan je diafragma. Maybe your chin on the floor. Maybe the forehead. Connect with your body. Voel die buik bewegen. One more breath. En dan duw op je handen. Duw rustig op. Zet die handen terug onder je schouders. Voel die vingertoppen. Draai de knobbeltjes van je wellebogen naar buiten. Zet je tenen, buig je benen. Hou die benen gebogen, lengthen your back first. En probeer dan je benen zo ver mogelijk uit te strekken. Als je voelt dat je rug krom trekt, buig je benen dan een beetje. So connect, duw die knobbeltjes van je wellebogen naar buiten. Relax your head. En dan kom je linkerbeen omhoog. En open je belly all the way to the left. Duw die zitpotjes naar achter. Ga plaats tussen die schouders en die oren. Voel die stretch. Voel het verschil met je andere kant misschien. Breathe. En zet je linkervoet terug neer. Buig je linkerbeen. Bend your left leg and then push your right heel to the back and down. Dus duw nu die rechterheel naar achter en naar beneden. Dus voel die stretch in je rechterbeen. Hou spanning in je buik, in je bekkenbodem. Voel die schouders werken. Dan buig je twee benen. En wandel met je voeten naar je handen. Je dikke tenen samen, trek je tenen open. Hou je benen een beetje gebogen, blijf hier. Relax your head. En dan hou je benen gebogen en rol rustig op. Armen blijven hangen. Per werveltje omhoog komen. En dan duw hier de zitbandjes naar beneden. Push your sit bones down. Kom op met die armen. Drop the shoulders. Kruis je vingers in elkaar. Breathe in. En dan kom met die armen open. Draai die rechter schouder naar achter. Probeer die heup recht te houden. Keep your hips straight. Look to the back. Draai die rechter schouder naar achter. Hou die schouders laag. Feel the twist. En dan adem in. Kom op. Cross your fingers the other way. Drop the shoulders. Doe die zitbotjes naar beneden. Adem in. En draai die linker schouder naar achter. Hou die heup recht. Dus voor zwangere dames. Twisten. Ik zou niet twisten als ik zwanger was, zou zijn.
Want twisten is afvoeren. Twisten wringt alles uit elkaar van binnen. Dus als je zwanger bent, wil je dat niet doen. Dus een optie als je zwanger bent is hier. En breathe. En meer connecten met je buik. En meer connecten met je rug en mijn benen. En het is moeilijker voor mijn buik te connecteren als je zwanger bent. Dus probeer dat dan te voelen. So, I don't support twisting for pregnant women. So, in case you're pregnant, then maybe this is your option and then connect more with your back, with your legs. Waarom veel twisten vandaag? Dus als je zwanger bent, zijn veel twists vandaag. Doet die niet mee, maar doe hetzelfde zonder open te draaien. En kom op, adem in. Drop the shoulders and cross your fingers, drop the shoulders and then do meer gewicht op de bal van je voeten. So push more weight on the ball of your feet, push your sit bones down, breathe in, drop the shoulders and breathe out and try to go a little deeper. Breathe in, begin met je weer naar je borst, breathe out, maybe go a little deeper. So use your legs, put your feet in the floor. Strong, strong legs. And an adem in, come up. And breathe out, bow your benen, come all the way down. Adem in, hands on your legs. Adem uit, zet die handen op je mat, wandel naar rechter. Adem in, als je uitademt, duw die neus naar voren. Zet die vingertoppen op je mat. Squeeze the shoulder blades together. Duw de bovenkant van je voeten in de grond. En dan lift. Je heup is op de grond. Blijf hier. En probeer echt in die lift nog altijd die zitpotjes naar achter te duwen. Probeer echt je navel en buik op te trekken. So feel that you're in the cobra, that you're opening your heart, but that you lengthen the back. Dus je probeert je rug altijd zo lang mogelijk te maken. So stay for a few more breaths. En dan zet je handen achter je schouders, duw die ellebogen dichter bij elkaar. Adem in, upward facing dog. Hier als die heup van de grond is, zijn de knieën van de grond. En dan duw die heup omhoog. En kom in downward facing dog. Buig je benen. Lengthen the back and then straighten the legs all the way. Breathe. Breng je voeten even breed als je mat. Duw die hielen naar achter. Breng je handen klein beetje dichter. Breng je linkerhand naar je rechterbeen. Misschien is dat de hoogte van je knie, misschien langer. Breathe in. En look over your right armpit. Werk met je benen, werk met je rechterhand. Feel the twist. Is ook hier, als je zwanger bent, is het een optie om hier te blijven in plaats van te twisten. En dan zet die hand terug. Downward facing dog. Feel the downward facing dog. So in case you don't want to twist, you lengthen your body. En als je wel wil twisten, breng je hand naar je linkerkaart of linkerknie. Duw op je linkerhand. Duw die hielen naar achter. Breathe. Voel die connectie in je buik. Navel naar je rug. Die bekkenbodem is opgespannen. Je maakt plaats in je borst als je inademt. Je twist verder als je uitademt. En kom terug. Adem diep in. Adem uit bij je benen. En dan walk or jump to your hands. Lengthen the back. Big toes together. Adem uit. Kom naar voren. Adem in, buig je benen een beetje lengte in de back en dan duw die voeten in de grond. En breathe out. Duw die voeten in de grond.
Breng uw rechterknie op. Zet uw voet op uw bovenbeen. Als dat te veel is, maybe a little lower. Maybe on a bit under your knee. Maar zie dat je je voet niet op je knie doet. Dus boven je knie of onder je knie. Handpalmen samen. Stay here. Kijk naar één puntje dat nu beweegt. Duw harder met je heel in je been. Duw harder met die linkervoet in je been. Trek je navel naar buiten op. Duw die zitbotjes naar beneden. Maybe you can close your eyes. Maybe you should fall and then you start all over again zonder te zuchten. En open your eyes. Kom met die knie terug. Pak die knie vast. Strek die arm naar achter. Dat is optie 1. Optie 2. Grab your foot on the outside and twist. Dus ook hier. Als je niet wilt twisten, als je zwanger bent, is deze een optie. Of mijn bovenbeen. Of hier. Whatever. Dus je mag hier blijven. Je mag je benen half strekken, zolang dat je maar goed met je voet naar voren duwen ze. Of helemaal. Probeer die heup stil te houden. Dus duw die linker schouder naar voren. Duw die rechter arm naar achter. Rechter schouder. Maybe you can look to the back. Maar dat is veel moeilijker. So looking to the front is also good. En duw die linker voet in de grond. To my breath. Okay. En slowly come back. Ah, twee voeten op de grond. Zitbordjes naar beneden. Breathe and feel your body. En duw al je rechtervoet harder in de grond. En kom je linkerknie op. En open. En breng je voet op je been. Dus misschien boven je knie, misschien een beetje lager, misschien andere knie, maar zie dat je niet op je knie schuift duwt of op je knie gewricht duwt. Zoek een puntje voor u dat niet beweegt. Gaze to the point in front of you that's not moving and maybe you can close your eyes. One side is always more difficult. Wonder, feel the magic. When you fall, you smile. It's just yoga. So nothing will happen when you fall. Just start all over again. Keep that smile on your face. Whoa. Okay. My balance is not so good today, but that's okay. Trek die linker schouder naar achter. Dus deze is optie 1. Optie 2. Pak de buitenkant van je voet. Misschien is je been niet helemaal gestrekt, maar duw met je voet naar voren. Duw harder met je rechtervoet in de grond. Maybe you look to the front. Maybe you can look to the back. Breathe. Strong legs. Hou gewicht op de paal van je rechtervoet om die knie niet te overstrekken. Okay. En dan zet je voeten terug samen. Close your eyes. Feel your body. Je ziet wat je naar beneden. Feel your heart. En dan adem in, kom terug. Buig je benen een klein beetje. Breathe out met een rechte rug. Adem in, lengte in de back. En dan blijf met die handen voor u. Of zet die handen op een blokje. Dus lengte in de back. Maak die rug recht.
Straighten the legs. Zet je linkerhand in het midden van je blokje. Hou die heup stil. Zet je rechterhand op je hernebeen. Trek je rechter schouder op. En misschien strek je rechterarm uit. Breathe. Feel the twist. Dus als je hier die twist niet wilt doen, is deze een optie. Om die rug goed lang te maken. Breathe. Breathe. Duw die voeten in de grond. Push your feet in the floor. En adem uit, kom terug. En zet je rechterhand op je blokje. Zet je linkerhand op je heupbeen. Hou die heupen recht. Hou die rug lang. En maybe you want to straighten. Breathe. Duw die voeten in de grond. Strong, strong legs. Breathe in. Adem uit. Kom terug. Zet die handen op je mat. Als je wel nog niet altijd dezelfde voet, beginnen. Wissel dat af. Breathe in. Adem uit en duw die neus naar voren. En gezakt. En dan zet die handen voor u. En duw je op. Bovenkant van je voeten in de grond. Duw die zitbordjes naar achter. Hou spanning in die buik. Blijf hier. In case this is too much. Walk your hands more to the front. Je probeert die werveltjes in de andere richtingen te buigen dan wat je normaal doet tijdens een dag. Probeer je navelbuik hoger op te trekken. Probeer je schouders weg te duwen van je oren. Breathe. Stay with your breath. Momentje, blijf daar. Blijf daar. Als je les geeft in real en je moet zoiets fixeren aan je haar, dan zet ik je altijd in een pose dat je even naar de andere kant kijkt. Maar dat kan natuurlijk niet op de camera. They're watching. Oké, zet die handen. Zak een klein beetje, zet die handen achter je schouders. Duw die ellebogen dichter bij elkaar. This is perfect. Als je hoger gaat, als die heup van de grond komt, moeten die knieën van de grond en moeten die benen werken. Adem in, duw die heup omhoog. En ook hier, als je die voeten terugrolt, niet altijd dezelfde voet beginnen. Feel your downward facing dog. Breathe. En trek je rechterbeen op. En zie dat je niet open draait deze keer, maar hou die heup stil. Hou die heup recht. Trek je rechtertenen open. Breathe in. Adem uit. En kom met je rechterknie naar je linker elleboog. Breathe in. Up. En breathe out. En touch your left elbow. Breathe in. Lift. En breathe out. Touch your left elbow. And again. Breathe in. Lift. And touch. One more time. Breathe in. Lift. And touch. En dan breathing lift. Kom hoog op je linker tenen. Breng die knie naar je neus. Breng je neus naar je knie. Really try to touch your knee. Touch it, touch it, touch it, touch it, touch it. En dan breng die voet tussen je handen. En als dat niet zo is, dat is niet erg. Pak die voet vast. Trek die bij. Achterste hiel in de grond. Duw je zitbordjes naar achter. Warrior 2. Zitbordjes naar beneden. Lift je navel. Kom even op je tenen. Duw die knie naar voren. En breathe. Duw de knie naar voren. Connect with your back foot. En dan trek je je arm naar voren. Reach. En zet de buitenkant van je arm tegen de binnenkant van je been. Dus duw die arm tegen je been. Duw je been tegen je arm. Hou die vingers op van de grond. Breng je arm over je hoofd. Breathe. Connect with your legs. Breathe. Voel die core. Voel die ademhaling. Maybe bend your front leg a little more. Breathe. En dan adem in. Adem uit. Wandel naar links. Draai je tenen naar binnen en je hielen naar buiten. Adem in, lengte in de bek. Adem uit, zet die handen
Op de grond. Fix your shirt. And go down with your head. Breathe. So you want to lengthen the back. Maybe when only when your head is touching the floor and you know that the neck vertebrae are healthy, you can come in headstands. When as long as your head is not touching the floor, please don't do this. And if you feel, if you know that something is wrong with the vertebrae, you do not do it. When you're in doubt, do not do it. When you do it, it should feel good, and then try to bring your feet from the same spot, to the same spot than where they came from. And then on the main, lengthen the back. On the mat, walk to the front, come in plank, breathing. On the mat, duw je neus naar voren. Exact. En dan buig je rechterbeen. Breng je vingertoppen voor u. Breng je voet naar uw zitvlak. En pak de buitenkant van uw rechtervoet. Grab the outside of your right foot. In case you cannot touch the right foot, then just try to bring your arm to the back. Bring your foot closer. This is okay. In case you can catch your foot, catch it and push your foot away. Dus voel dat je die schouder opent. Hou je heupknobbeltjes op de grond. And then maybe push your right foot to the back. Maybe you can lift your left leg and your left arm. Breathe. Look over the right shoulder to the back. Breathe. Hips are on the floor. Two more breaths. Okay, and slowly let go. Lift your linker kaak even off the ground. Relax your belly for 3 breaths. Okay, lift the shoulders, set the hand under you. Breathe in, upward facing dog. Duw die poep omhoog. Breathe out, downward facing dog. Buig je benen, maak je rug gelijk. En dan strek je benen zo ver als je kunt zonder die rug terug krom te trekken. Hou die heup recht. Left leg is up. Breathe in. Adem uit. Tik je rechter elleboog. So breathe in, lift. And breathe out. Breathe in, lift. And breathe out. Breathe in, lift. And breathe out. One more time, breathe in, lift. And breathe out. Breathe in, lift. Knee to nose, nose to knee. Blijf hier. Kom hoog op je rechter tenen. Lift, 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 lift your hip. En breng je voet tussen die handen. En waarom doe ik dat speciaal voor jou, jullie, in 2 stappen? Ik wil niet dat je die hand wegtrekt en die voet daar zit. Want dat is veel te belastend voor die pols. Dus hou die handen op je mat. Stap zo dicht als je kunt. En breng dan die voet dichterbij. Veel, 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 veel veiliger. Veiliger. Duw die heup. Duw die zippertjes naar achter. En kom in Warrior 2. Kom even op je tenen. Duw die knie naar voren. Zet je voet op de grond. Relax the shoulders. Reach to the front. Connect with your back leg. Keep on smiling. Duw die zitbordjes naar beneden nu. Now reach. Buitenkant arm tegen binnenkant been. Probeer die vingers van je mat te houden. Draai je ribben op. Slow breaths. En dan breathe in. En aan de maat zet die handen. Wandel naar rechts. En deze keer trek je linkertenen op.
En kom down with your hip. Probeer die rechtervoet laag te houden. En dan duw met die rechterarm tegen je been. Zet je vingertoppen. Lift your left toes. Breathe in. And then try to lift your left arm. Push the right arm to your leg. Breathe. Connect with your belly. Try to look beautiful. Maybe bring your fingertips around the upper leg. Two more breaths. And come back. Stay low, stay low, stay low, stay low, stay low. Right toes to you. Push your arm. Maybe use a block under your heel. Sorry, it's a little late that I'm telling you that. Bring your fingertoppen. Just do the arm tegen je been. Breathe. Lift your arm. Trek je tenen naar je toe. Strong legs. Open your heart. Open the chest. Maybe bring your fingertips around your leg. Two more breaths. And then breathe in and breathe out. Zet die handen, kom in plank. Breathe in. Je mag hier altijd op je knieën. Breathe out all the way down. Zet die handen voor je. Lift your left foot. Breathe in. En pak de buitenkant van je voet vast. Grab the outside of your foot. So push your foot to the back. En trek je knie op. Duw die voet naar achter. En misschien lift the right hand. The right leg, maybe not. Feel what you can do. Just open the shoulder. Look over the shoulder to the back. Breathe. Smile. And slowly let go and turn your nose to the left. Okay, lift the hand upward facing dog, downward facing dog. Lift the right leg. Bring your foot between your hands. So in case that's not happening, try not to lift your hands, but grab your foot. Back heel. Warrior one. So, it's almost 12 o'clock. So for the Instagrammers, stay in your warrior one. 2 seconds. For the Instagrammers, I will end this and start all over again because it will stop after 1 hour. So now. Warrior one. Reach to the front. Breng je handpalmen tezamen. Lift your navel. Duw die zitbotjes naar achter. En kom op je rechterbeen. Breathe. From here, push your arm. Push your hands down. Dus duw die arm tegen je been. And lower down the left arm. That's the right one. Breathe in. Breathe out, reach. Now, breathe in, open. Push your left arm to your leg and breathe out and you come back. Come on, breathe in, first your elbow and open. And breathe out. And again, first your elbow and open. And breathe out. Two more times. Breathe in, elbow and open.
And breathe out. One more time, elbow and open. And breathe out. Okay, bring your hands on your mat. Maybe walk your right foot a little more to the back. And give me five swinging left legs. If you want, hop with your right. Keep your right leg low. Keep your arms straight. Four, five, and then jump or walk into plank and go all the way down. On the next, shoulders up, upward facing dog, downward facing dog. Breathe. Left leg is up. Breathe in. Bring your foot between your hands. If not, grab your foot. Back heel. Warrior one. Shoulders down. Sit bones down. Breathe. Lower down your front knee. Two more breaths. Breathe in, reach. Come on your leg. Make sure that you can use your feet. Bring your arm a little more to the left if you can. And then straighten the right arm. So push with your right arm to the outside of your leg. Stuur tegen de buitenkant van je been. Linkerarm hier. Breathe in. Breathe out and reach. Breathe in, lift. Breathe out. Breathe in, lift. Breathe out. Breathe in, lift. Breathe out. Two more times. Breathe in, lift. Breathe out. One more time. Breathe in, lift. Breathe out. En dan zit je handen. Misschien linkervoet ietsje dichter. Okay. Swing with your right. Or hop with your left. Three. Two. One. Hop. And go down. Handen achter. Schouders up. Breathe in. Breathe out. Downward facing dog. Connect with your downward facing dog. Breathe in, bow your benen, and walk or jump to your hands. And come here. Drop your hip. Bring your elbow a little lower. Open. Drop your hip. Probeer je gewicht meer naar achter te brengen. And then open the arms here. Zet je linker vingertoppen op de grond. Bring your left fingertips in the floor. Maybe bring your blocks under your heels or a cushion. It helps. And then lift, breathe. And come back. Duw je arm tegen je been. Come on your fingertips. And open. And come back and drop. Breng je voeten naar je toe, where we started. Here, left hand outside of your right foot. Now, bring your left foot to the front, but stay from the floor and push the right foot to your head. Duw met je rechterarm en dan heb je rechtervoet en dan heb je rechterarm vrij om naar achter te brengen. Breathe. Duw met je voet naar voren. Push the right foot into your left hand
Open the chest. Breathe. Two breaths. And then grab your left foot and cross your legs. Breathe. Maybe you're somewhere here. That's okay. Just stay there and be happy. Breathe, breathe, breathe. Okay, loosen your feet and come in Navasana. Five breaths, keep the shoulders open. Come on, you're almost there. This has been long weekend. Two more breaths. Grab your legs. Buitenkant linkerbeen. Strek je rechterbeen uit, duw je linkervoet naar voren. Lengte in de back en trek je linkerarm achter. Breathe. Two more breaths. And come back in Navasana. Oh, you forgot something. From here, come to here and stay here first. And then come in Navasana and open your legs. Close your legs, open your arms. Close your arms, open your legs. Five. Four. Three. Two. One. Close. Lengthen the back. Walk your sit bones to the back. Grab your feet or your legs, wherever you can reach. Other in length, then breathe out and go to the front. Maybe grab your toes and pull your elbows out. Push your knees down. And come back. Good. Grab your block. Roll down slowly, vertebra by vertebra, wervelje, naar wervelje. Zet die voeten op de grond. Lengthen the back. Bring a block under your hip. Maybe this side. Under your sacrum. Maybe. Highest position. Walk your shoulders closer. Stay here. Keep your feet on the floor. Make sure your back is relaxed. So use books in case you don't have blocks. And then grab your right foot and bring your right foot. Try to bring the right toenails on the floor. Dus probeer je teennagels op de grond te krijgen. De bovenkant van die rechtervoet in de grond. And just lift your left leg and stay here. Als het te veel is, misschien houd je voet vast. Maybe you want to grab your foot. It helps a little. Breathe. Feel the stretch. Magic stretch.
En dan sluit ik hem back. En breng je linker teennagels op de grond. Bring your left toenails on the floor. Lift your right knee. Maybe grab your foot. If it is too much, feel the magic stretch. And it goes, keep in at the boulder, straighten your legs straight up, relax the back. Circle with your feet. Andere kant. Bend your leg circle with your knees. Andere kant. Dan zit je voeten en sluit je kant van je blok. Rol rustig af, werveltje bij werveltje. En blijf hier. Probeer niks te veranderen. Just feel your body. Do not change anything. Just don't roll. Just stay here and breathe. Feel. Nu kom met de knieën op. En kom met de knieën van rechts naar links. En niet van right naar left. No blue sky today. En dan kom to the left. For one last twist. Come to the right. And then come in Shavasana. Maybe you want to have blocks on your knees. Maybe you don't want to change anything anymore. Maybe it doesn't feel good in your back. Maybe this feels better. Then do it like this. It's okay. Sink into your yoga mats. Turn your palms up so the shoulders can sink deeper into your mat. Relax the belly, slow breaths.
Relax your toes, your feet. Relax your shins, your calves. Relax your knees, your hamstrings, your quadriceps. Relax your hip. Relax your sacrum. Relax your back, your belly. Relax your chest. Relax the shoulders. Relax the upper arms, the triceps, the biceps. Relax the underarms, the wrists. Relax your hands, your fingers. Relax the back of your head. Make the back of your head very heavy. Relax your face, your eyes, your mouth, your cheek. Stay here as long as you want. Now, when you want to get up, then first move your fingers, move your toes, and give yourself a big stretch. One for one, come up with your knees. Come with your knees to the left. Come with your knees to the right. Now from your right side slowly, come up. Feel your body. It's different than when you started. Dus we hebben veel twists gedaan vandaag. Dus probeer iets meer te drinken na de les. En dan bedoel ik water. Omdat je dan beter afvoert en dan gaan die afvalstoffen rapper weg. Je hebt veel afvalstoffen losgemaakt door die twists te doen. Vandaar. Just drink a little more when you did a lot of twists. And drinking is water. Kom, we gaan naar de derde oog. Voilà. Namaste. Dankjewel om mee te doen. Ik wens je een prettige regenachtige dag. Dus zoek wat takjes dat je binnen in huis kunt doen. Have a wonderful day. See you back on Monday. Bye bye. Happy weekend.